Oké, wij van dichtbij zijn uitgenodigd om in de Tuinstraat te komen kijken in Krimp aan de IJssel. Wat is er eigenlijk hier aan de hand, mevrouw? De jaarlijkse rommelmarkt is er weer. De jaarlijkse rommelmarkt, wie bent u eigenlijk? Lisa Droog. Hoe? Lisa Droog. Lisa Droog. Nou, u hebt droog weer gehouden, heb ik, want inderdaad. Vanmorgen was ik hier, toen regende het iets, maar u heeft het droog gehouden, dus uw naam eerder gedaan. Vertel eens iets over die Tuinstraat, wat is bijzonder aan die rommelmarkt? Die ben ik ongeveer 20, 25 jaar geleden ben ik begonnen met een heel klein stukje. En het stukje is gaande verder uitgegroeid tot een heel groot stuk. En iedereen wil graag hier staan. Dus het is eigenlijk een jubileum, 25 jaar allemaal maar thuis was. Precies, 25 is weet ik niet, want ik heb het niet bijgehouden. Maar rond de 20, 25 is het niet. Ja, maar we houden het al op 25 zo zeker, of niet? Anders zou je dat niet zo spontaan gezegd hebben. Nee, maar goed, zit het tussen. Bescheidenheid zie je de mens, maar vrolijkheid is toch een toppunt, toch? Ja, waar zijn en heeft u veel deelnemers? Ja, altijd veel aanmeldingen. Altijd mensen moeten teleurstellen die dus ook willen staan. Ja. Ik hoorde zelfs mensen uit Ouwekerk om hier graag. Ouwekerk, Rotterdam, Berkenwoude, overal komen ze vandaan. En is het kostendekkend? Het is kostendekkend. Ja. Wij weinig van over, maar dat is ook niet. En heeft u hier een buurtvereniging of zo? Nee, het is gewoon de rommel waar het Tuinstraat. Juist. Wat zou u een oproep willen plaatsen voor volgend jaar? Wat zou ik? Een oproep willen plaatsen voor volgend jaar, wat zou u dan zeggen? Voor volgend jaar. Ja, snap ik. Maar goed, komt allemaal weer kijken. Jij. Wie erop moet, dat maakt me niet uit. Maar wat hebben jullie verkocht vandaag? Hartstikke goed. Hartstikke goed? Ja. Voor de krant. Oké, op een gegeven moment ben je binnen of vertel eens. Zij kan heel goed vertellen, meneer. Wat zijn jullie toch voor verkopers, zeg, op zo'n robbelmarkt? Jij moet en ik moet. Wie moet er hier nou eigenlijk? Jullie toch? Heeft de krat helemaal op uw nek? Heeft die verkocht of leeg gekocht of heb je net de krat gekocht? Ik heb even de krat in de container gegooid. De inhoud dan. De inhoud? Was dat over? Ja, dus, vul eens. Wat vond je van de rommelmarkt? Ik vond het wel aardig. Het was mooi weer natuurlijk. Heb je hem al verkocht? Ja, ik heb hem al verkocht, maar niet zo bijzonder veel. Niet zo bijzonder veel. Maar deelnemen is het belangrijkste aan de rommelmarkt. Ja. Maar je probeert ook een klein beetje te verdienen, neem ik aan. Ja, maar ja, lukt niet altijd. En je gaat niet op vakantie? Nee, niet hiervan. Nou zeg, met het warme weer een koekenzopie tent. Een prijs van €1,50 voor hamburgers, broodje. Wat zijn dit voor prijzen? Dat zijn rommelmarktprijzen. Als je in Rotterdam gaat, dan betaal je €3,50 voor een broodje hamburger. En dit is een kinderrommelmarkt, dan moet je ook de prijzen laag houden. Kijk, en je woont hierachter geloof ik? Ik woon hier gewoon. Je richt eigenlijk je buitentuin in en je zegt we gaan ervoor. Lekker eten voor de kostprijs. Juist. En dat is nog gezond. Het is tegenwoordig niet zo gezond ook, hè? Kinderen met een broodje hamburger, frikandel, wat doen we eraan? Maar toch, iedereen heeft honger. Iedereen heeft trek. Ja. Ja, toch? Ja, juist. Maar je offert je vrije dag op. Ja. En je gaat spontaan er tegenaan. Ja, voor de buurt. Voor de buurt. Volgend jaar weer? Volgend jaar weer. Geen prijsverhoging volgend jaar? Dat ligt nou of alles een stuk duurder wordt. Oké. Hey! Oh! Ja, leuk! In de doosje, dat is wel leuk. Net, meneer, vertel eens even aan mij, wat is hier aan de hand en wat is er met man bij de hond? Ja, mijn man bij de hond. Nou, vertel hè. Nou, mijn buitenvriendin. Heel mooi programma. Je buitenvriendin? Mijn buitenvriendin, die wil graag een man bij de hond. En mevrouw, vertel eens waarom dat u een man bij de hond wil. Omdat ik een waanzinnige buitenman heb. Wat zegt u? Nee, ik vind het een heel leuk programma.
En wat vindt u dan van dichtbij? Van dichtbij? Dichtbij.nl, dat is toch veel leukere programma's of niet? Maar we hebben geen internet, dus we weten dat niet. Nee. Jullie hebben geen internet? Kijk ik nooit. Nou, dan moet je internet aanschaffen. Dan zie je heel veel actualiteit van dichtbij.nl. Ja? Kijk, ja. Deze ook zien, hè? Nou ben ik hier niet voor 112, maar wat is hier gebeurd? Vertellen jullie eens allemaal. Waarom is ze zo verdrietig? Vertel het duidelijk. Ja. Dave? Ik ga het vertellen. De lamp was kapot doordat ze gordijnen, dat ze wind dat ze wind in de gordijnen blies en toen was dat glas van de lamp kapot gegaan. En wanneer had ze die lamp dan? Dat had ze net gekocht bij vandaag in de rommelmarkt. En die wilden ze graag hebben? Ja. Ja, en dan was de lamp kapot. Dus eigenlijk is het zo, er is niks gebeurd, alleen we hebben lampenglas. Ja. 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 Maar wat is, kom eens even praten. Even zeggen eens even wat er precies gebeurd is, want volgens mij ben je wel enorm verdrietig, hè? Ja, je zit helemaal bij mama te hangen. Het was de leukste lamp. Het was de mooiste lamp die je kon hebben. De mooiste lamp die ze kon hebben. Ze vond het heel kostbaar. Ze had hem voor 1 euro gekocht. 2. 2 euro, oh sorry. 2. Maar wat zeg jij nog eens, wat is het precies, wat is het ergste? Nee. Wat is het ergste? Was het kostbaar? Wat vind jij het ergste voor haar? Omdat het kostbaar was. Kostbaar? Ja, was die antiek? Ja, maar voor de centjes. Dankjewel. Wat zijn we aan het zoeken, dames? Vertel eens even, hoe is de markt geweest? De markt is heel goed geweest. Ja, heb je een hoop verkocht? Ja, we hebben lampenkappies. Lampenkappies? Ja, heel veel lampenkappies. En waar dienen die voor dan, die lampenkappies? Ja, voor in de woonkamer, hè? Hè? Voor in de woonkamer of in de slaapkamer? Alleen de woonkamer of in de slaapkamer ook? Overal. Nou, zaten jullie geld te tellen of een nieuwe afspraak te maken? Nee, we moeten een kaart schrijven voor iemand die 50 wordt morgen. 50? Ja, dat is kaart. Ja. En dan moet je naartoe? Ja. Ja. Voor een groot feest? Een groot feest, ja. Zijn we leuk aan het zoeken of zijn we aan het opbergen? Vertel eens. Allebei. Allebei, leuk aan het zoeken en opbergen. Jonge dames, hoe hebben jullie de markt ervaren? Vertel eens wat. Oh. Nou, was het leuk de markt? Ja, ik stil. Heb je veel verkocht? Nou, wij hebben niks verkocht. Oh, je hebt alleen gekocht? Ja. En ben je geslaagd? Want je hebt wel een mooie koffer. Ja. Wat zit er allemaal in? Een type sieraad. Een type machine. Een type, dat is ouderwets. Daar ben ik vroeger op begonnen als redacteur. Ja, tik, 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 tik. Elektrisch of. Geen idee. Nou, hartstikke leuk. Maar je vindt het wel leuk hier erop, wat? Ja. Waar kom je vandaan? Hier ook aan de Rotterdamse weg. Rotterdamse weg in Grippeldijssel. Hé, dankjewel.